Ja, hier is Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En vandaag, ja, alweer deel nummer 63. En op de achtergrond zien jullie gameplay van Dutch Legacy Gaming. En hij haalt hier namelijk een triple MOAB op de map Terminal met ACR. En natuurlijk MW3, hartstikke leuk een keertje weer MW3 gameplay op de achtergrond natuurlijk. Heb jij natuurlijk gameplay van mij, dan mag je natuurlijk naar mij toe opsturen. Er zijn meerdere methodes daarvoor, bijvoorbeeld WeTransfer. Mijn mailadres in ieder geval is visionator1980@gmail.com. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken, want vorige week hebben we net niet die 200 likes gehaald. En dat is toch wel echt, ja, jammer natuurlijk. Dus hopelijk halen we deze week. En als je toch even liked, laat dan ook meteen even een leuke Q&A vraag achter natuurlijk bij de comments. Dan kan ik die namelijk een van de volgende keren beantwoorden. Ja, dan gaan we over naar de vragen. De eerste vraag van Remco Power. Hartstikke leuk dat Remco een keertje een vraag achtergelaten heeft. Dat doet hij niet heel erg snel. Q&A. Van welke oude game zou je graag een goede HD remake willen zien? Poe. Ik denk dat ik het eigenlijk wel zou willen zien van Ninja Gaiden 1. En eigenlijk, ja, er is een remake van gekomen. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik zou Ninja Gaiden 1 graag willen zien als remake. Het was voor mij wel een van de beste games die ik ooit gespeeld heb. Echt mega veel. En ik heb het dan over Ninja Gaiden 1 op de Xbox. De oude Xbox, zeg maar. Die vond ik echt super fantastisch, echt super gaaf. Ook met later kwam dan Ninja Gaiden Black uit. En er kwam dus extra missies ook nog voor uit. Het was gewoon echt fucking baas. En misschien dat ik een keertje iets van als retro game misschien een keertje ga uploaden. Dat is misschien wel een keertje leuk. Maar het was gewoon echt een super baas game. En ik zou zo weer, nou, ik denk dat ik er iets van 1000 uren in gestoken heb, zou ik zo weer erin kunnen steken. Want het is gewoon echt super vet eigenlijk. Ja, zo simpel is het. Volgende vraag van Daan ten Hopen. Q&A. Wat was de eerste indruk van Paul, zeg maar, toen je de King77NL ontmoette bij het darten? Ja, wat was mijn eerste indruk? Ik dacht van, wat een arrogante kwal. Echt zo fucking arrogant. Nee, natuurlijk niet, maar ja, arrogant, nou, misschien een klein beetje arrogant, maar hij is op een goede manier arrogant. Gewoon zeker van jezelf zijn. Nee, wat ik dan van hem dacht is eigenlijk van, nou ja, ik was darten en hij had al een tijdje niet meer gedart, hij had dartritis. Ik ga niet uitleggen wat het is, maar het is een soort van dartziekte. Klinkt een beetje stom. Maar in ieder geval, hij kwam binnen en hij won daar meteen het toernooi toen hij voor het eerst kwam. En toen dacht ik bij mezelf, hey, dat is wel een goede darter. Daar kan ik misschien wel wat van leren. En eigenlijk begonnen wij gewoon, onze vriendschap begon gewoon met heel vaak trainen met elkaar. En ik heb heel veel van hem geleerd qua darten. En zo heb ik eigenlijk gewoon Paul eigenlijk ontmoet. En dat dacht ik eigenlijk van hem in het begin. Ja, gewoon dat hij echt super goed was. En ik dacht bij mezelf, nou, weet je, daar kan ik gewoon heel veel van leren. En, nou, dan heb ik ook, eindelijk heb ik dat gedaan. En ja, dat is natuurlijk nog steeds mijn beste vriend. Dus dat is gewoon natuurlijk hartstikke fijn, hartstikke top. Yes, volgende vraag van Just Girls Girl Games. Q&A, Fishy, wat vind je van mij? En ik vind het hartstikke leuk dat je dat natuurlijk vraagt. Ik zie je heel vaak tegenwoordig in de comments, ook op Twitter. Natuurlijk hartstikke leuk. Ik zal het eigenlijk een beetje algemeen natuurlijk beantwoorden. Het is natuurlijk gewoon heel erg leuk om reacties te krijgen van fans, kijkers. En dat geeft gewoon ontzettend veel motivatie. En natuurlijk, ik vind je hartstikke top. Ik vind je hartstikke baas. Want je kijkt naar mij en je reageert bij mij. En ja, dat vind ik natuurlijk van iedereen die mijn YouTube-filmpjes bekijkt. Natuurlijk. Die vind ik gewoon, gewoon hartstikke baas en ik vind het echt super tof en ja, ik ga nog zeker heel lang door, dus ga zo door, hè? Comment
is altijd heel erg leuk om te zien. Een like is natuurlijk heel erg leuk om te zien. Een reactie, tenminste, dat is een comment natuurlijk. Maar in ieder geval, alles wat jullie doen is gewoon leuk om te zien. Ook Twitter reacties en zo. Natuurlijk, het is gewoon, ja, gewoon echt super, super tof. Volgende vraag van Nicky Jol. Nice Q&A weer, Vis. Wat is de raarste plek waar je ooit seks hebt gehad? Raarste plek ooit seks heb gehad. Een keertje in de duinen. In het bos. In een hokje van een zwembad. Is dat allemaal raar, denk je? Ik weet het niet. Buitenlucht in ieder geval dus. Ja. Dat zijn er een paar gewoon. Dat zijn er zeg maar een paar dus. Hier kan ik eigenlijk niet van komen. Ja, ik wel. Dat zijn eigenlijk denk ik wel de raarste plekken, toch? Hè? Ja, natuurlijk. In huis natuurlijk. Nou, niet hier. Maar ik bedoel, in mijn eigen huis toen de tijd. Want dat was wel leuk, zeg maar. Volgende vraag van M. Arnio. Q&A. Prefereer je een groot ontbijt zonder snacks tussendoor of een minder groot ontbijt met af en toe snacken? Eigenlijk heb ik helemaal problemen gewoon met een beetje ontbijten. Ik ontbijt wel beter dan vroeger, zeg maar. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar het probleem is wel dat ik gewoon echt, nou in ieder geval voor een uur of 10 kan ik echt geen hap door mijn strot heen krijgen. Ik heb ook totaal geen trek eigenlijk de eerste 3 uur als ik wakker ben. En ik probeer het wel een beetje op te lossen door middel van een beetje een kopje noedels bijvoorbeeld te eten. Of wat dan meer, een beetje een cracker of zo. In ieder geval dat je wat naar binnen hebt natuurlijk om je stofwisselingen op gang te krijgen. Dat doe ik het best trouwens ook om af te vallen. Maar het is gewoon voor mij een lastig iets om te ontbijten. Ja, dat is nou helemaal zo. En dan ga je ook wat sneller snacken tussendoor. Dat klopt ook wel. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel goed om elke keer wat kleine portjes te eten. Dus het heeft zijn voor- en nadelen, zullen we maar zeggen. Volgende vraag van It's a Girl. Vind je terecht dat de meeste schietspellen 18 plus zijn? En vind je dat een kind van 8 bijvoorbeeld Black Ops 3 mag spelen? Vind je terecht dat de meeste schietspellen 18 plus zijn? Nee. Ik vind dat je wel vanaf een jaartje of 12 eigenlijk wel een schietspel mag spelen. Gewoon. Simpel is het eigenlijk gewoon. Weet je, tegenwoordig kom je al heel vaak in aanraking met geweld, zou ik het zo zeggen. Hè? Algemeen geweld, dus ook op tv bijvoorbeeld. Dus ik vind het onterecht. 18 jaar en ouder vind ik gewoon, ja, dat vind ik bullshit. En kinderen van 8, Black Ops 3, het ligt aan. Als het onder begeleiding is, zou ik het wel gewoon accepteren, weet je. Want het is ook gewoon goed voor de hand-oogcoördinatie van een kind. En zo simpel is het eigenlijk. Ja, het is ook goed, hè, voor de ontwikkeling van een kind. Dus 8 jaar, ja, natuurlijk. Dan vind ik wel dat je mag gamen. Hè? Je ziet het bijvoorbeeld bij Paul natuurlijk, met Jamie en Neo. En die kinderen die gamen ook wel eens natuurlijk gewoon Call of Duty, in het algemeen natuurlijk. Maar ja, eigenlijk, daar zit eigenlijk Paul altijd gewoon bij, of Wendy, die zit er gewoon bij. En die let er gewoon op natuurlijk, niet dat ze rare dingen gaan doen. En zo hoort het ook gewoon, zeg maar. En ja, ik vind gamen is ook voor alle leeftijden. Maar ja, echt shooters, zonder begeleiding van een volwassene, zou ik zeggen inderdaad vanaf een jaartje of 15. Ik zie dat de gameplay alweer over is. Het 95 kills trouwens op Terminal. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye. En vergeet niet te kijken, liken en een reactie achterlaten. Bye bye.